Fort de Hel in Willemstad was ooit een ruïne, maar met Europese subsidie kon dit kleinste fort van ons land grondig worden opgeknapt. Inmiddels is er al jaren een atelier ingevestigd en Fort de Hel heeft ook nog diverse andere functies gekregen. Een bijdrage van Benno Roosje. Ik gebruik Fort de Hel als mijn atelier. In het begin zat ik hier helemaal alleen en kwamen de bezoekers langs. En al snel was het zoiets van, heb je misschien koffie? Dus heb ik een koffiezetapparaat gekocht. En inmiddels is het een beetje uit de hand gelopen. Hebben we meer dan 6000 bezoekers per jaar. En aan de ene kant kan ik het gebruiken als atelier. Er mogen andere kunstenaars hier exposeren. We hebben bijvoorbeeld ieder jaar de Nacht van de Poëzie. Dan komen hier allemaal dichters naartoe. Het wordt voor heel veel mensen van alle lagen eigenlijk gebruikt. Dus kleine kinderen kunnen hier heerlijk spelen. En wat oudere mensen die beleven de oorlog hier nog steeds wat ze vroeger hebben meegemaakt. Ik woon hier een stukje verder op de dijk. In Willemstad gingen de kroegen altijd om 2 uur dicht. En daarna gingen we hier verder feest vieren. En toen zag ik dat hele mooie fort. En toen dacht ik van, hey, misschien kunnen we daar wel iets moois van maken. Toen zijn we naar de gemeente Willemstad toegegaan. En hebben we gevraagd, joh, mogen wij in dat fort? En dan knappen wij het wel op voor jullie. En dat is inmiddels al 18 jaar geleden. En we zijn behoorlijk ver. Wat ik doe als vrijwilliger is verschillende PR- en promotieactiviteiten. En daarnaast werk ik tijdens de feestjes ook mee achter de bar. En begeleid ik ook activiteiten die we hier uitvoeren. Toen we hier voor het eerst op het fort kwamen, zag het er echt niet uit. Het was gewoon een ruïne. Er liepen hier schapen rond. En niemand wist eigenlijk wat ze met het fort aan moesten. Maar ik zag wel gelijk dat het een heel mooi plekje was. Het fort is al in 1558 voor het eerst genoemd. Het was het niks anders dan een ophoging in het landschap. Maar in die tijd probeerden we de Spanjaarden tegen te houden door het land onder water te zetten. En dit was een plek waar 3 dijken bij elkaar kwamen. En zo hielden wij de vijand in die tijd tegen. En dat hebben we eigenlijk tot aan de Tweede Wereldoorlog toe geprobeerd. Alleen toen waren de vliegtuigen sneller dan het water. Het gebouw is natuurlijk geweldig. Het is het kleinste fort van Nederland en het heeft zoveel sfeer, straalt dat uit. Ik vind het hier altijd heel erg gezellig, ook met de mensen die hier nog meer werken. Het is altijd een goede sfeer en de omgeving is prachtig. Ik ben graag buiten, dus dat kan hier ook prima. Fort de Hel is het kleinste fortje van Nederland. Hier is 4 keer man tegen man gevochten. En het fort is zelfs tot 1960 in militair gebruik geweest. En daarna is het dan vervallen tot een ruïne. Je kunt hier Segway rijden, Expeditie Napoleon kun je hier doen, Fort Boyard. Maar je kunt hier ook gezellig alleen komen barbecuen. En je kunt hier ook kunstzinnige workshops volgen, dus een workshop schilderen. Dat kun je hier ook doen. Als kunstenaar schilder ik niet op doek, maar op glas. En dat is wel anders dan anders. Ik schilder eigenlijk aan de achterkant van een glasplaat. Omdat die glasplaat transparant is, kijk je eigenlijk tegen de achterkant van een normaal schilderij. En wat ik zelf er heel mooi aan vind, is dat de kleuren die knallen er echt uit. En ik denk ook dat het makkelijker is dan op doek schilderen, want je begint met het belangrijkste en je eindigt met de achtergrond.
We don't make mistakes, we only have happy accidents. Ja, iedereen verbaast zich altijd over de naam. Er zijn verschillende theorieën. De ene van is dat hij in 1793 heeft Napoleon hier een veldslag verloren. Dus dat zou best goed kunnen dat hij daarna dacht van het is de hel daar bij Willemstad. Maar je hebt hier ook vlakbij het Helle Gat. En er zijn heel veel schepen vergaan. Dus ja, veel mensen zeggen ook dat het fort genoemd is naar het stukje water wat hier vlakbij ligt. De kans dat ik hier wegga, die is wel heel klein. Dan moeten ze me er echt uitslepen.